Jij maakt vast ook wel eens foto's van de wereld en de mensen om je heen. Om anderen te laten zien waar je mee bezig bent of om te bewaren voor later. Kunstenaars doen dat soms ook. Maar heb jij je dromen wel eens gefotografeerd? Beetje lastig natuurlijk. Dat is het leuke aan kunst. Je kunt alles maken wat je maar wil laten zien. Ook je dromen. En dat hebben al heel veel kunstenaars gedaan. Jeroen of Hieronymus Bos bijvoorbeeld. Een kunstenaar uit de 15e eeuw. Je kent hem misschien wel van zijn vreemde fantasiefiguren en rare wezens. Een tijdje terug was een grote tentoonstelling over hem te zien. Speciaal voor deze tentoonstelling heeft men 9 schilderijen van Bos gerestaureerd. Bijvoorbeeld dit schilderij, Het Laatste Oordeel, hing in Brugge, hangt nu hier, volledig gerestaureerd. En wat zo mooi is, is dat je kunt zien eigenlijk de kracht van Bos. Hoe hij realiteit mixt met fantasie. Ambacht met een soort geniale gekte, perversiteit en creativiteit gemixt. Mensen hadden heel lang geleefd onder het idee, God weet alles, de kerk weet alles en ik moet heel braaf zijn. Maar er kwamen uitvindingen als, de wereld is rond, hè, en de wereld draait rond de zon en niet de zon rond de wereld en dat soort dingen. Dus mensen dachten, misschien is niet alles wat wij weten waar. En Bos, een goede katholiek, die had zoiets van, oh my god, het eind der tijden is er. Hè. Het laatste oordeel komt en de mens is zondig en zelfs de kerk is zondig. Hè. Priesters verkochten aflaten. Je kon in plaats van te bidden gewoon afkopen dat je naar de hemel ging. En Bos had zoiets van, dit klopt niet. Dus hij begon te tekenen hoe zondig de mens wel niet was. En hij hoopte dat we naar de hemel gingen gaan, hier hè, met de engelen. Maar eigenlijk, als je dit ziet, moet je kijken hoe mensen worden opgegeten, vermoord, verkracht, op messen geraspt. Hier zijn ze aan het vechten om op het hele kleine beetje water te kunnen gaan. Alles staat in brand. Je zou kunnen denken, heeft een doembeeld, alles gaat kapot. Maar dat is wat er toen leefde. Die man had zoveel fantasie dat hij zelfs in die tijd al super populair was. Iedereen wou zijn oordeelswerken hebben. We gaan even een stuk vooruit in de tijd. Door naar de vorige eeuw, de 20e eeuw. Het zijn de jaren 20 en de Eerste Wereldoorlog met zijn miljoenen doden is net voorbij. Heel veel mensen zijn straatarm, komen nauwelijks rond. Sommige kunstenaars zijn zo teleurgesteld in deze wereld dat ze hun geluk zoeken in hun dromen en in hun fantasie. Maak kennis met de surrealisten. De kunstwerken die we in deze museumzalen zien, behoren allemaal tot het surrealisme. En kunstenaars die zo werkten, begonnen hier zo'n 90 jaar geleden mee. 1924 wordt ook wel het geboortejaar van het surrealisme genoemd. In dat jaar schrijft een man met de naam André Breton een manifest over het surrealisme. Hierin schreef Breton wat het surrealisme precies inhield en welke uitgangspunten de kunststroming had. In dit geval dus, wat is het surrealisme? Sur is Frans en betekent boven. Realisme betekent werkelijkheid. Surrealisme betekent dus eigenlijk boven de werkelijkheid. De meest beroemde surrealistische kunstenaar is misschien wel Salvador Dalí. En hij ging weer heel anders te werk dan bijvoorbeeld Max Ernst. Dalí schilderde zijn dromen en fantasieën heel precies, als op een foto. En zo raak je als toeschouwer weer in de war. Dalí leed aan paranoia en zag beelden die er niet waren. Hij noemde zijn manier van werken kritisch paranoïde. Hij maakte veel dubbelbeelden. Afbeeldingen waar je op 2 verschillende manieren naar kunt kijken. Zoals dit schilderij, waar de oogkassen van een vrouw boven zijn hoofd tegelijkertijd de ramen van een huis zijn. Of de mensen op de achtergrond die tegelijkertijd rots of woestijn zijn. De kunstenaars van het surrealisme zijn inmiddels al overleden. En hoewel het surrealisme nu geschiedenis is, heeft het heel veel invloed gehad op onze hedendaagse cultuur. Want we zien het overal om ons heen. Yeah.
Iemand die een grote verzameling aan surrealistische kunst had, was de Engelsman Edward James. Hij verzamelde niet alleen, hij maakte ook werk, samen met bijvoorbeeld Dalí. Ze bedachten de gekste kamers en de vreemdste meubels. Kijk maar eens binnen in het Monckton House. If I'm a surrealist, it's not because I got linked with a movement, it's because I was born one. A great number of people are surrealists without ever having heard of the movement. But it is people who were close to their subconscious. The world is not completely logical all the time. They make the illogical logical, and they make it more vivid than life, in the way that dreams can sometimes be more vivid than actual actuality. Maar hoe doe je dat dan? Je dromen onthouden om ze later te kunnen afbeelden in een schilderij of in een tekening. Ik ben mijn dromen vaak al heel snel weer vergeten. Paul Kleeman heeft daar iets op gevonden. Ja, ik ben Paul Kleeman en ik teken al zo'n jaar of 30 mijn dromen. Maar de basis van het droomtekenen ligt eigenlijk wel verder. Want in mijn jeugd als kind had ik 's nachts erg veel beelden, ook voordat ik al insliep, zag ik in die zwartheid, zag ik constant beelden. En ik kon ze ook niet stilhouden, die kwamen en gingen. En toen, dat heeft me enorm gefascineerd toen al. Daar kon ik eindeloos mee bezig zijn. En later heb ik dat weer opgepikt en ben ik blijven doen. Ja, wat is er nou zo bijzonder aan die dromen, is dat... Het heeft een enorme werkelijkheidswaarde gekregen voor mij daardoor. Dus eigenlijk het dagelijks leven is alleen maar een voedingsbodem om te dromen. Dus ik heb eigenlijk de bestaansreden omgekeerd. De betekenis van mijn dromen is dat... ik denk niet dat het per se over... Het lijkt alsof het alleen maar over mij gaat, maar het is volgens mij iets universeels wat verteld wordt in dromen. En in wezen ben je eigenlijk veel slimmer als je droomt. En is de wereld die je om je heen hebt, is veel meer afgestemd op wie je bent, als wanneer je gewoon in het dagelijks leven, als je wakker bent. Want daar moet je constant concessies doen. In de droomwereld worden geen concessies gedaan. En het levert me gewoon een enorme bron van beelden op. Daar kan ik nooit verzinnen. Dat vind ik zo ongelooflijk fascinerend aan. Ja, dit vond ik ook echt een hele bijzondere droom. Ik droomde dat ik in een huis was, een heel oud huis, ergens in de 17e eeuw of zo. En in dat huis lag Mozart. Die stierf, die ging dood. En die lag in een kamer te sterven. En zijn vrouw ging toen midden in de kamer allemaal partituren van hem verbranden. En ik dacht, oh jee, dit is echt rampzalig als ze dat doet. Maar het was te laat. En toen verschenen er aan het plafond allemaal televisies. Die begonnen te bewegen. En er waren allemaal Faustkoppen op te zien, van die duivelskoppen. En met allemaal enorme trillende tongen die eruit kwamen. En daar heb ik dus deze tekening van gemaakt. Als je je dromen wil onthouden, moet je eigenlijk in een soort bewusteloosheid blijven hangen. En wat ik het allerhandigst vind, is gewoon in je bed blijven liggen. Goed idee. Of ik bekijk een video van kunstenaar Pippi Lotti Riest. Dan is het net of ik midden in een droom zit. Zelf noemt ze haar werk een medicijn voor de ziel. Even wegdromen en je voelt je weer beter. Mm.